Goedendag beste kijkers en welkom bij deze ATV COVID-19 update. Er is alweer de 20ste aflevering. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over de COVID-19 pandemie die de wereld en Suriname in haar greep heeft. De teller is momenteel steeds op 10 positief geteste personen in Suriname, 1 persoon jammer genoeg overleden en 6 zijn inmiddels genezen. We zien dat steeds minder mensen in quarantaine zijn, 54 in quarantaine bij de overheid en 43 in thuisquarantaine. Ik hoorde vanmorgen nog op het nieuws dat de mensen die uit Belem zijn gekomen nog de exit screen doen en als ze goed zijn bevonden, zijn ze dan gewoon normaal weer in de samenleving en ook bezig met hun normale bezigheden. En onze gast voor vandaag is de psycholoog Maya Heijmans, goed schalk. Welkom. Dankjewel. Zeg Maya. Tuurlijk. Welkom Maya. En we praten met haar natuurlijk over de impact van deze COVID-19 pandemie. En natuurlijk hoe zij persoonlijk daarmee omgaat. Maar natuurlijk vanuit haar beroep, hoe ze daarover denkt. Nogmaals welkom. Dankjewel. Zoals ik eerder zei, hoe ga je persoonlijk daarmee om? Hoe ik er persoonlijk mee omga, is dat ik eigenlijk al 4 weken thuis ben. Zo min mogelijk op straat ga. In het begin kreeg ik hartkloppingen, zeg maar. Toch? Ik kreeg druk op mijn borst, omdat ik gewoon bang was. Je weet gewoon niet wat er op je afkomt. Je weet niet hoe het hier in Suriname zal lopen allemaal. Je weet niet hoe de toekomst zal zijn, dat weten we nog steeds niet. Maar na de eerste week heb ik wel een manier gevonden om mezelf te kalmeren, ja, minder angstig te zijn en me te richten op andere zaken. Okay. En één ding dat me vreselijk heeft geholpen is om niet meer alles dat langskomt te lezen. Constant op het internet te zijn. Ja, want je leest ook fake news. Je leest ook fake news, dus ja, het is vreselijk beangstigend. Ja. Weet je? En je houdt het je niet voor mogelijk dat er mensen zijn die gewoon gaan zitten en fake news maken om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Ja. Maar die zijn er toch echt. Dus mij heeft echt geholpen om het te gaan beperken tot de officiële kanalen voor het juiste nieuws, ja, en dat niet meer dan een uur per dag te, ja, doen. En zo zie je, bent ook uitverkoren om een bijdrage te doen. Precies. Dus eigenlijk, dat is ons eigenlijk ons uitgangspunt hier bij ATV. Dat we de gemeenschap betrekken en dat we de inzichten pakken van de gemeenschap. Het zij, ja, gewoon een man van de straat, iemand met een beroep. Iedereen, ja, we willen, ja, iedereen horen. Juist. En u heeft het zelf gezien, ook hier bij ATV houden we ook alle voorzorgsmaatregelen. Ja, ja, ja. We staan hier bij elkaar, zo minimaal mogelijk, klopt, mensen in de studio. Zodat we ook, ja, als je must practice what you preach. Ja, zo, ja, is toch? Het. Als je hier staat voor de camera te vertellen wat mensen allemaal moeten doen, dan moet je niet achter de schermen dat je daar aan bezondigt. Dat klopt. Voorbeeldfunctie hebben we. Absoluut. Ja, en ja, dat doen wij als eerst. Yes. En ja, wat voor impact heeft deze hele situatie op die geestelijke gesteldheid van mensen? Ja. Wat kan het hebben? Nou, het kan een hele grote impact hebben, toch? Het is, wij als mensen, we zijn gewend om met stress om te gaan. Sowieso, toch? Dus ik bedoel, er is goede stress en er is slechte stress. Goede stress is eigenlijk een moeilijke situatie waarbij je dan de oplossing ziet. Ja. En je kunt het ook doen, ja, je lost het op en na een tijdje is dat afgelopen en je denkt er achteraf aan van hey, weet je die ene keer dat ik een slang tegenkwam of, ja, dat ik was ontslagen, ik heb het opgelost. Ja. Toch? Maar die slechte stress, dat is stress waarbij we echt het gevoel hebben dat we totaal geen invloed kunnen uitoefenen op de situatie. En dat is nu. Ja. Dat is waar we nu zijn. Ja. Toch? Dus mensen kunnen zich vreselijk gestrest voelen, vreselijk angstig voelen. En mensen kunnen zichzelf ook zodanig verdrietig voelen dat het lijkt alsof je rouwt. Toch? En rouw noemen we wanneer je iemand of iets dierbaars bent verloren. Ja. En zo kunnen mensen zich nu ook voelen. Weet je, mensen kunnen slapeloze nachten hebben ervan. Ja. Hartkloppingen, zoals ik zei, moeite met ademen.
Dat kan allemaal komen door stress. Het kan allemaal komen door stress, door deze vervelende situatie waarop we gewoon geen grip hebben. Je moet je overgeven, dat is het enige wat je kan doen. Je moet de regels volgen. En dat is iets van de mens die instinctief in de mens zit. Ja. Dat je grip wil hebben op iets. Precies. En als dat niet kan, dan voel je je verloren. Dan voel je je verloren. We zijn met z'n allen in de hele wereld bijna in een soort van een vecht-vlucht-reactie. Ja. Toch? Dat we constant het idee hebben van, er kan iets ergs gebeuren. Ja. Toch? En nu zijn we in Suriname gelukkig. Is wat wij hier meemaken totaal niet te vergelijken met wat ze in Italië, Amerika en Nederland meemaken. Weet je, wij hebben helaas 1 persoon die is overleden, toch? Dat is al erg genoeg. Maar denk eens hoe het zou zijn als er duizenden Surinamers... We willen gewoon niet aan denken. Je wil er gewoon niet aan denken, toch? Dus dat is de situatie waarin we nu verkeren. Mm-hmm. En we moeten eruit komen. Ja. En maatregelen zoals thuis blijven, 2 meter afstand houden, lijken makkelijk, maar niet voor ieder. Nee. Want we zijn eigenlijk, bijna kan je zeggen, kuddedieren, we houden van, hokken bij elkaar. Ja, absoluut. Absoluut. Is er vanuit uw beroep een verklaring hiervoor? Ja, we zijn gewoon sociale wezens. Mensen hebben andere mensen nodig, toch? En er zijn zelfs onderzoeken geweest bij baby's die... een paar weken lang niet zijn aangeraakt, die sterven. Wow. Toch? Die gaan gewoon dood. Dus al krijgen ze eten, al krijgen ze drinken, als ze niet worden aangeraakt, gaan ze dood. En dus zo belangrijk is dat sociale gebeuren voor ons, die aanraking. Ja. Dus gelukkig is het zo dat we geen lokale besmettingen hebben nog, waardoor gezinnen toch nog bij elkaar kunnen zijn en elkaar ook wel kunnen aanraken. Ja. Maar je moet het beperken tot echt de mensen waarvan je zeker weet, of met grote zekerheid kan zeggen, dat ze niet in aanraking komen met andere mensen. Die kan je gerust een brassa geven. Ja. Weet je? Maar... vreemden. Absoluut niet. En ook, het hoeft niet eens vreemden te zijn, maar bekenden waarvan je niet weet wat ze doen. Ja. Toch? Van ons directe mensen weet je misschien wat ze doen. Toch? En dan kan het wat veiliger aanvoelen. Maar zelfs met mijn vrienden, ik geef ze geen brassa's meer. We hebben gewoon afgesproken, we blijven gewoon op afstand. Social distancing, 2 meter. We kunnen elkaar zien, maar op afstand. Toch? En u zei over afstand gesproken, u bent thuis. Ik ben thuis. U heeft ook een beroep. Ja. U heeft ook een praktijk, klopt. Neem ik aan. Klopt. En zijn die mensen dan aan uw lot overgelaten? Nee, dat zeker niet. We hebben de Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen. We zijn bij elkaar gekomen, althans een gedeelte daarvan. En we hebben dus de adviezen van de psychologen wereldwijd hebben wij overgenomen. Dat is eigenlijk dat je vooral door moet gaan met je consulten, maar dan op afstand. Dus ik spreek mijn patiënten, cliënten, via WhatsApp, via Skype, via een ander platform, met beeldbellen. Dus we zien elkaar. Het is natuurlijk niet hetzelfde als wanneer je face-to-face bent, maar het is tenminste wat. Ja. Is tenminste wat. En ik werk veel met huiswerkopdrachten. Ja. We hebben ook internettherapie, waarbij mensen gewoon op hun eigen tijd weet je, kunnen inloggen en de oefeningen doen, filmpjes bekijken. Dus dat is wat je moet doen nu. Je moet aanpassen. Maar uw beroep stel ik mij zo voor als je zo een cliënt, patiënt behandelt. Is het niet een van de zaken dat je dicht bij de persoon moet zijn en dat valt nu weg? Klopt. Ik denk niet dat de technologie dat kan overnemen. Nee, maar het werkt wel. Want weet je, je moet jezelf beschermen, maar je moet ook de cliënt beschermen. Ja, ja, ja. Toch? En dat begrijpen ze ook wel. Okay. En natuurlijk heb je het graag anders. Ja. Maar we moeten ons aanpassen. Ja. Ja? Travas no de. Dat is helemaal zo. Ja. En vooral in deze periode. We hebben net eerder aangegeven hoe stressend het is. Ja. Maar hoe kun je toch positief blijven? Want dat is vooral belangrijk. Ja, het is vooral belangrijk. Want wat het is wanneer we te veel of te lang stressen of te lang verdrietig zijn of boos. Dan tast het je immuunsysteem aan. Zo. En dat immuunsysteem hebben we juist extra nodig nu.
toch? Mm. Om, om je lichaam te kunnen beschermen of verdedigen tegen ziektekiemen van buiten. Dus wat erg belangrijk is, is om toch wel je lichaam en je geest in een ruststand te gaan brengen. Mm. En daar zijn hele simpele oefeningen voor. Ja. Weet je, één oefening die ik iedereen aanleer, dat is een ademhalingsoefening. Precies, diep inademen en uitademen. 4 tellen in door de neus, 7 tellen vasthouden en 8 tellen uit door de mond. Het is de 4-7-8 ademhaling. Als je dat opzoekt op het internet, vind je een app ervoor. Je vindt informatie, je vindt filmpjes ervoor. Dus ik raad het echt iedereen aan. Zeker de mensen die moeite hebben met slapen. Een ontspanningsoefening. Ja. Maar ook, check jezelf wat je allemaal denkt. Toch? Ja. Want onze gedachten die zijn vreselijk sterk. Ja. Toch? Ja, maar soms denken we dingen dat als je het bespreekt met iemand, als je het uit, dan zijn ze minder zwaar. Dus het praten met anderen is vreselijk belangrijk. Toch? Voor je mentale gesteldheid. Toch? En wat ook belangrijk is, is er zijn heel veel negatieve zaken die deze crisis ons brengen. Ja. Maar zijn er ook bepaalde positieve dingen die je kunt ontdekken, toch? Het is een tijd waarbij je dus extra quality time met je geliefde zou kunnen doorbrengen. Ja. Al is het niet face-to-face, toch even dat telefoontje, toch even die WhatsApp call met beeld bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat zijn dingen die ons mentaal gezond houden, toch? Dus let op je voeding, sporten. Ja. Heb ik nog niet genoemd. Vreselijk belangrijk. Al kan je niet naar de sportschool gaan. Je kan thuis oefeningen doen. Ja, precies. Toch, je kan touwtjes springen. Je kan op je erf rondjes lopen. Ga tenminste 15 minuten per dag toch echt naar buiten. Laat het zonlicht op je komen. Ja. En ga een beetje lichaamsbeweging doen. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Let op je slaap. Weet je, zorg ervoor dat je genoeg slaapt. Mm-hmm. En dat die kwaliteit van je slaap goed is. Mm-hmm. Weet je? Check je gedachten. Praat met mensen. Ja. Dus praat niet met jezelf. Sommige mensen hebben dat. Ja. Nou, als dat je helpt, goed. Maar wanneer je dan een stem terug hoort praten, dan is het niet goed. Ja, dan, moet je hulp gaan zoeken. Maar praten met jezelf is geen probleem. Okay. Misschien kunnen we die ademhalingsoefeningen even. Misschien kunt u dat voordoen. Kijken in de camera even. Oké, okay, kunt u dat prima. Even voordoen? Ja. Nou, dus dit is die 4-7-8 ademhaling. Het begint met 4 tellen inademen door je neus. Je houdt je adem 7 tellen vast. En je blaast hem 8 tellen uit door je mond. Op deze manier. Ja, ik ga hem even voordoen. Rustig. Ik doe hem 1 keer voor. Ja, dus ik adem in door de neus. Ik hou hem vast. En ik blaas uit. En dat doe je gewoon op je eigen tempo. Je doet hem 4 keer achter elkaar. En je gaat merken dat je stresslevel echt omlaag gaat. Zeker als je moeite hebt met slapen, is dit een geweldige oefening. Dus je doet hem 4 keer achter elkaar. En je mag hem uitbouwen tot maximaal 8. Oké, geweldig. Want dat hebben we... Ja. Ik hoor dit voor het eerst, want het eerst is echt gefocust, weet je, op de lichamelijke gezondheid, maar niet op de geestelijke gezondheid. En als ik u zo hoor, is dat even belangrijk? Het is even belangrijk. Ja. Zo niet, misschien belangrijker, toch? Want we hebben ons lichaam nodig om te vechten tegen die ziektekiemen, toch? En onze mentale gesteldheid heeft meteen effect op onze lichamelijke gesteldheid. Ja, ja. Dus de mensen moeten echt zorgen. Goed zorgen voor zichzelf. Dat is vooral belangrijk. Ja. En een periode waarin velen zich moeten afzonderen van anderen. Wat kan men ook doen om die eenzaamheid? Want dat treedt ook op, die eenzaamheid. Die eenzaamheid, hè? Ja. Dat is echt een... Het is een heel moeilijk iets, hè? Ja. Kijk, als je al sowieso voor deze crisis niet veel sociale contacten had, is het heel moeilijk om die te gaan aanboren nu in deze tijd, ja. Toch? Maar toch is het belangrijk dat je dat toch wel probeert. Weet je, pak de telefoon en bel iemand.
Bel iemand. Weet je, het is belangrijk dat je tenminste één keer per week contact hebt met iemand anders. Ja. Weet je, of het nou een kind is, of een buurvrouw, een buurman, een ex-collega, iemand. Neem die decatie om toch de stap te nemen om dat telefoontje te pakken. En aan de andere kant, als jij in je omgeving weet dat er eenzame mensen zijn, neem jij ook die stap naar die persoon toe. Pak die telefoon. Ja, geweldig advies. En wat houdt jou positief? Wat houdt mij positief? Dat is sporten. Ja. Ik probeer echt elke dag een half uur 's ochtends te sporten. Dan zet ik gewoon een YouTube-filmpje en ik doe het. En 's middags ga ik een uurtje buiten wandelen. Ja. Social distancing natuurlijk. Ja, natuurlijk. Weet je, waardoor ik. En dat probeer ik echt elke dag te doen. Ja. Dat helpt verschrikkelijk. En ik hou een vast dagritme aan. Ja. Toch? Ik blijf niet de hele dag in mijn slaapjurk rondlopen. Nee, ik sta op. Ik ga sporten. Ik ga douchen. En dan ga ik bepaalde huishoudelijke dingen doen. Ik heb misschien een afspraak, ik heb een Skype call misschien. Toch? Dus een vast ritme is belangrijk. En wat ik heel leuk vind, is dat ik ben begonnen met schilderen. Zo. Ik had altijd gedacht dat ik iets creatiefs in me had, maar nooit de tijd genomen om dat uit te zoeken. Dus ik heb een YouTube-filmpje opgezet en ik schilder na wat de mensen doen. En dat geeft me een heel rustig en prettig gevoel. Dus daarom is het belangrijk dat mensen ook gaan kijken van wat maakt jou blij? Wat heeft jou geholpen in het verleden om je goed te voelen en dat weer op te pakken? En hoe, je hebt ook kinderen? Ik heb kinderen. Hoe ga je om met die kinderen? Want iemand zei van maar die kinderen stressen me al, want ze zijn thuis, iedereen is thuis. En hoe ga je om met die kinderen? Ja. Nou, hoe ga je om in je gezin in met elkaar? In mijn gezin met elkaar, ja. Nou, we moeten heel veel geduld met elkaar hebben, sowieso, want iedereen is in een andere situatie natuurlijk. In het begin vonden de kinderen het leuk, ze zeiden, ja, coronacation, weet je wel. Maar op een gegeven moment beginnen ze ook wel te balen, ze willen ook wel hun dingetjes weer gaan doen buiten, toch? En dan, ik heb het geluk dat ik oudere kinderen heb. Ja. Toch? Mijn kinderen die zijn 16 om 18 jaar. Dus je kan heel goed met ze praten, goed dingen uitleggen. Ze begrijpen het en ze zijn ook bang om het op te lopen. Toch? Dus wat dat betreft heb ik het echt niet zo zwaar. Ik denk dat andere mensen het veel zwaarder hebben met jongere kinderen. Toch? Want hoe leg je het uit? Ja. Toch? Dus bij ons, wat we doen is, we proberen toch wel één keer per dag samen iets te doen. Mm-hmm. Toch? Of het nou is samen Monopoly spelen of kaarten spelen of een ander spel. Of samen naar een film te kijken, weet je wel, 's avonds. En verder gaan ze hun eigen gang. Weet je, hun school is op afstand weer begonnen. Mm-hmm. Op het internet. Dus vanaf gisteren zijn ze weer bezig met hun lessen. Mm-hmm. En daar ben ik heel erg blij om. Oké, geweldig. Onze tijd, we zijn jammer genoeg door onze tijd heen. Maar even kort, hoe zie je het na het traject? Hoe zie je het na het traject? Ik vind dat een heel moeilijke vraag, weet je, want ja... Maar ja, toch moet je erover nadenken. Je moet erover nadenken. En ik denk dat we, kijkend naar hoe we met elkaar omgaan, naar mezelf kijken ook, is dat we toch nog een tijdje angstig zullen zijn om dicht bij elkaar te zijn. Weet je, vreemde mensen of mensen waarvan je niet weet of ze nou wel of niet in contact zijn geweest. Dus ik denk dat we heel voorzichtig zullen zijn met elkaar. En ik denk dat dit ervoor gaat zorgen dat we op een hele andere manier gaan kijken naar bijvoorbeeld reizen, naar werken, toch? Want een aantal mensen hebben nu ervaren dat je van huis uit ook goed werk kunt verrichten. Dus is het echt nodig om elke dag naar kantoor te gaan als je een kantoorjob hebt, toch? Dus ik denk dat dat het soort van dingen zijn. En ik denk dat we sowieso veel meer op onze hygiëne gaan letten. Veel meer. Dank vooral. Veel vaker handen wassen. Dank vooral. Dankjewel Maya en dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. En zoals je zei, the world will never be the same after this corona epidemic. En natuurlijk, u heeft het gehoord van de deskundige Maya Heijmans-Goedschalk. En ze heeft ook aangegeven wat je vooral kan doen in deze tijd. En vooral als je gestrest bent, vooral die ademhalingsoefeningen uitvoeren. En je zal je zeker beter voelen.
En in je vrije tijd genoeg sporten, maar vooral die geestelijke gezondheid. Het is ook goed om je lichaam die weerstand te geven om te vechten tegen dit virus, dat het ons lichaam niet binnenkomt. En vooral de aanbevelingen van de overheid goed opvolgen. Vooral was je handen met zeep tenminste 3 keer per dag. Overal waar je gaat, daarna desinfecteer je handen. Als je moet hoesten, niezen in je elleboog. Als je geen mouw hebt, reinig je elleboog. En als je ergens met mensen bent gekomen, probeer te baden, probeer je te reinigen. Hou die voorschriften in acht. En vooral kalm blijven en zaken gewoon goed bekijken, positief bekijken. Dan denk ik dat we er wel uitkomen. Dat was het weer voor deze aflevering. Kijkt u dan weer morgen voor een nieuwe aflevering op ATV 12.2. Tot de volgende keer. Dag.